We gaan verder met mevrouw Lens van Cultuur. Ze is hier om um, aan te geven dat deze maatschappij schreef deze maatschappij schrijft poeema, ook toe, Den kan komen in aanmerking voor wie een IBES-prijs En de prijs is hoofdprijs naar 2 euro. En het ministerie voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Um, ik e organiseer AHER Pistorici. Maar ze heeft alle kennis en alle informatie. Dus ze gaat u precies zeggen wat u moet doen om in aanmerking te komen voor deze hoofdprijs. Goedemorgen en welkom. Goedemorgen, meneer Hima. Bedankt voor de gelegenheid. Dank u wel. De Ibisprijs prijs Suriname 2022. Wat kunnen we ons hierbij uh, laten vertellen door u? Nou, de IBES Prijs 2022, IBES Prijs Suriname 2022. Het is een initiatief van uh, de vertegenwoordiging van de Taalunie in Suriname. En uh, de, taal, de vertegenwoordiging heeft een samenwerking met het ministerie van Onderwijs, um, het directoraat uh, cultuur, die ondersteunt dit project. En het is de bedoeling dat ik vanmorgen hier ben om Surinaamse uh, schrijvers en taalkunstenaars. Te motiveren, bovenal uit te nodigen om mee te doen met deze prijs. Ja, en in ons vorige gesprek heeft u aangegeven: je afdeling een beetje man. je kan een beetje schrijven, ja. maar je kan een mooi poema, wat toneelstuk of een film, je kan die nieuw schrijfstuk ook in. Klopt dat? Dat klopt. Uh, het is zo dat er uh, schrijvers zijn, je hoeft geen professional te zijn. Het mooie ervan is dat uh, ieder mee kan doen, jong en oud kunnen hieraan meedoen. Het is, er is wel een vereiste dat je in het jaar, je moet kunnen aantonen dat je in het jaar 2018, 2019 en 2020 je, je stuk hebt uh, geschreven en dat wordt dan ingediend. Uh, we denken aan proza, poëzie, uh, toneelteksten uh, en filmscripts. Dus een ieder die. Um, heel creatief weet om te gaan met tekst en zijn uh, uh, werkjes heeft liggen en weet van oké, okay, dat jaar heb ik geproduceerd, uh, kunnen dan gewoon lekker meedoen met deze prijs. Ja, nu weten we dat we verschillende moedertalen spreken in dit land. Dus een, uh, het gaat niet alleen om de Nederlandse taal. Precies. Dus Wiswang, Brasjo, Spajo, niet Nisi dus maar kan die in ook toe. ja en vanuit de Surinaamse Taalraad uh, kwam het initiatief van mevrouw Neslo ze noemen het de Sranang Fasi, uh, ja. mevrouw Alida Neslo uh, dat je, uh, we zitten in een multiculturele samenleving ja. en iedereen um, die een Surinaamse nationaliteit uh, beschikt ja. mag in Sranan Sarnami. Sranami uh, uh, Japans ja <laughs> portugees het maakt niet uit je mag alleen is de is de vereiste dat je dan je originele tekst in welke Surinaamse taal dan ook mag indienen, maar dat je wel een Nederlandse vertaling hebt. Ja. En uh, om tot wanneer kunnen deze schrijfkunstenaars hun uh, teksten indienen? De schrijfkunstenaars hebben de gelegenheid tot 30 juni om hun uh, teksten en, uh, in te dienen. En natuurlijk, je denk, je dient je tekst in, uh, wat staat daar tegenover? Ja. En daar komt het. <laughs> ja, de big boy. De big boy. <laughs> uh, om, t, om de taalkunstenaars te, te motiveren, stimuleren en bovenal te waarderen, wordt er een uh, prijs van 1000 euro aan de, eerste, aan de hoofdprijs gekoppeld. Verder hebben wij gemeend om ook een aanmoedigingsprijs uh, te geven mm -hmm. van 350 euro en een publieksprijs wordt dan ook uitgegeven van 100 euro. Ja, oké, okay, maar als aan nou een srnassani, dan zeg ik me hoofdprijs in euro. Je een SRD. Toen, dan <laughs> is dat zavita. Luuk, alles mag bepalen of die wonen in SRD of die wonen in euro. Je weet, iedereen, uh, <laughs> iedereen uh, wil Vreemde valuta. Dus ik denk dat het interessant is om te zeggen van 1000 euro. Maar de, de winnaar mag zelf bepalen als de persoon het in SRD wil hebben. Oh, de, de tegenwaarde. De tegenwaarde. Um, nog wat? Hoeveel teksten um, mag men indienen per persoon? Per persoon, het maakt niet uit. Want stel je hebt in 2018 geschreven, 2, 2019, 2020, dan mag je, mag je je beste werk indienen. Ik zou willen adviseren. Kies gewoon een van je beste werken van dat jaar van 2018, 2019, 2020 uit. Die het in. Je weet maar nooit um, of het in de prijzen valt. Dus ja. dat wil ik wel meegeven. En wanneer de, de uitreiking is, um, de, zal dat bekend worden gemaakt. En dat is in oktober. In de periode van 1 tot en met 8 oktober wordt de prijs uitgereikt. Ja, ik zie een poëzie, toneel, film, ja, proza. Dat klopt. Mag men alle vier indienen? Of zegt zeg, zeg de Unie nee als u indient voor film, alleen film? Want je hebt, je hebt sommige mensen ze zijn zo um, breed, ze hebben zoveel uh, kennis dat ze voor alle vier um, zaken. ...een tekst willen indienen. Mag dat? Dat is het mooie van, van, van deze prijs. Het, het is namelijk een pilot... ...en ja. we hebben hem zo breed mogelijk gehouden. Want kijk, um, u geeft aan, u vraagt of je verschillende ja. chares mag ja, indienen. Ja, dat is nou de bedoeling, ja. toch? En we weten ook dat uh, jonge Surinamers... ...ook heel veel... Kijk, we hebben een, niet zo'n geweldige leescultuur... ...maar muziek mag ook meedoen. Je muziek. hebt teksten geschreven... En je hebt een hele mooie tekst dat jaar of een lied dat je wil inzenden. En het spreekt tot de belevenis van, van je, je leeftijdsgenoten, van de jury, et cetera. Je komt in aanmerking voor de prijs. Ja, ja. Is dat altijd mee, uh, mooi meegenomen? Okay. Dus we hebben hem heel breed gehouden. Het is de bedoeling dat we het willen continueren, dit project. Mm -hmm. Maar natuurlijk verwachten we dat de mensen echt mee gaan doen en dat we nu echt dit gedeelte binnen onze culturele diversiteit um, gaan promoten en te stimuleren. Dat jonge mensen meer gaan schrijven, ja. meer gaan neerpennen. Tot slot, vanaf hoeveel woorden? Uh, dat staat open. Dat, dat staat, staat ook open. open. We hebben hem bewust vrijgelaten, want kijk, als je hem breed laat, kun je later altijd gaan inschuiven en okay. en komen tot hetgeen je uiteindelijk wil hebben. Ja. Waar mag men hun uh, stukken indienen? De mensen die willen deelnemen mogen zich opgeven alvast ja. ja. per e-mail. Ja. Ze mogen mailen naar ibesprijssuriname.gmail.com ja. en dan wordt uh, naar hun een inschrijfformulier toegemaild. Oké. Okay. Ja. Heeft u alles gezegd? Ik heb op dit moment uh, wel nog aan te geven dat de mensen niet moeten blijven zitten. Kom, laten we jullie waarderen voor... Creatief werk dat jullie verrichten.